Goedemorgen iedereen! Wow. Nieuwe dag, nieuwe video. Welkom bij Blu-ray Daddy 82. Oh yeah! Ja. Wat gaan we doen vandaag? Ik ben in verlof. Mijn nichtje Leslie is geopereerd geweest. Dus ze is ook thuis. Dus wat gaan we doen? We gaan een keer een movie marathon doen. Een movie marathon. Een marathon. Een film marathon. En wat gaan we doen? We gaan naar wat horrors kijken. Want ik kijk liever met horror, naar horror met twee mensen. En niet alleen, want dan is het kakabroekie tijd. En daarom heb ik aan mijn nichtje gevraagd van, hé, er is soms geen zin om een filmpje te kijken. En ze heeft gezegd van, ja, ben toch thuis. Dus ik ga nu naar Eeklo en wij gaan samen een paar filmpjes kijken. Ik heb ze hier al in de rugzak gestoken. De welke dan zijn, zal ik straks wel tonen. Wordt een leuk dagje. Goed, allee, tot zo beet. Yo! Voilà, die mensen. En ondertussen zijn we dus hier al in Eeklo gekomen. Het is hier ook blijkbaar, ik was dat volledig vergeten met een dresscode. Maar chance, ik heb mijn pyjama mee. Dus grijs en zwart. En kijk, mijn nichtje is hier. En grijs en zwart. Zij alles in het lang. En ik alles in het kort. Nee, ik bedoel mijn broek, hè. Ja, oké. Okay. Kijk, Leslie, ik heb hier van allemaal films mee. Allemaal horrors. Horrors. Kijk, hè. Dus hij moet maar kiezen wat we kijken. Voilà. Dus wat hebben we allemaal mee? Martiers. Het schijnt dat dat een super vreemde film is. Ik kon niet helemaal zien. En voilà. Voetspuun. Ja, voetspuun. Dus als je niet wil spuun, ton X. Moet maar een keer lezen, ton. Hè. Voilà. Want ze hebben extreem acne. Ik weet het niet. Ton sensor. Sensor. Voilà. De accent. Accent. Dat is van Nintrim, accent. Voilà. Dreamcatcher. Dreamcatcher. Met de... Een dreamkatten. Voilà. Demon Hole. En Glory Hole. Demon Hole. Voilà. Dus Maar hem... het over mij. Ja. Ik heb gezegd dat je geopereerd bent, maar ik heb niet gezegd dat wel. Demon Hole. Eigenlijk ja. Dat is zo. Goed, oh ja, kijk, welke. Hij gaat het eens keer lezen, zeker ja, allemaal. Keer. Allee, lees ze allemaal en toch gaan we beslissen welke films dan we gaan kijken. Dus het is de bedoeling dat een movie horror marathon. Dus we moeten er zeker minimum 3 kijken. Oké. Minimum. Ja. We kunnen ook allemaal, maar dat gaat een beetje te veel zijn. Oh, zeg je dan. Goed, dus kijk, Leslie heeft de zetel geïnstalleerd. Voilà, je kunt dat zo uittrekken. De tv staat klaar op Mega Mindy, weet ik veel wat. Maar daar gaan we niet naar kijken. En voilà, we gaan eraan beginnen. Ja, dus mijn nichtje is dus ook volledig movie freak. Voilà, ik doe ook allemaal films staan. Allemaal Blu-rays en DVD's. En daar hangt er zo in haar living hangt er posters. Daar is er een van Game of Thrones. Daar is van The Lion King. Hier heeft ze nog eens een poster staan van House of the Dragon. Oh, kun je dat eigenlijk een beetje zien? Zo, ja, House of the Dragon. Hier is er een puzzel van Friends. Daar staan er ook nog 2 kaders. Eén van Wednesday en één van Stranger Things, dacht ik. Ja, maar die moesten nog ophangen. Dus het is hier, heel mijn familie, het staan allemaal movies en nog een keer movies. Kijk bijvoorbeeld Maurice zijn speelgoed. Dat is allemaal Star Wars. Spider-Man. De Nachtwacht. Voilà. En Skelettenman. Het is eigenlijk al horror. Voilà. Dus zij gaan nu een keer kiezen en toen gaan we kijken wat we gaan kijken of zoiets. Yo!
Voilà, dat is gekozen. De eerste film dat we gaan kijken is X. Ik weet totaal niet over wat het gaat, maar ik ga het zelfs... Wat, hè? Porno. Ah, over porno. Leuk. Het is wel leuk voor mijn nicht naar porno te kijken. En, maar we zijn... Maar wij zijn goede familie. Dus, wij doen alles samen. Zelfs porno kijken. Dus ja, we gaan kijken naar dat. Ik weet totaal niet over wat het gaat. En we gaan het wel zien, hè. Het is een verrassing. Ik weet eigenlijk van geen ene film over wat het gaat. Ik ga het ook geen ene keer lezen. Ik ga geen trailer bekijken. Het is een keer plezant voor een keer verrast te worden. Hè. Ik heb ondertussen ook het wat gepakt voor te sneukelen, zeggen ze in Gent. Ik heb zo'n kinder. Hey! Super groot. Dan heb ik ook nog dinosauruskoek. Lekker! En dan heb ik ook nog zo rijstwafels met chocolade. En een glas en een flesje water. Ja, er ligt nog grief in uw kast. Niet veel meer, maar ja, we kunnen er dan omgaan. Oké, okay, we gaan beginnen kijken naar... X. Ja, oké. Okay. X, yo. Voilà, die mensen, we hebben de eerste film bekeken. Goeie film, hè? Ja, het was goed. Goeie film. Het was een keer iets anders dan anders. En ik heb gezien dat er ook een prequel op bestaat. Maar nog niet te vinden hier op Blu-ray. Ik ga een keer kijken. Of misschien al in het buitenland of zo. Laat het een keer weten in de reacties, hè. Ja, het is 12 uur, dus wat gaan we doen? Een beetje eten. Dus wat gaan we doen? Een pizzatje eten, hè. Wat moet je anders eten bij een marathon? Marathon. Overschot spaghetti. Oh, we hebben ook nog een overschotje spaghetti, dus dat kunnen we ook eten. We hebben de margarita pizza. Dus ja, dat is een leuk dagje, zou we zeggen. Huh? Is wel leuk zo. Ja, de volgende film, ik weet niet waarom dat gaat zijn. We gaan toch nog een keer kiezen. Hè? Maar ja, we gaan meest ons eten opwarmen. Hè? Hey, opwarmen. Bah. En die nu weer gaan opwarmen. It's like chic. Ja, oké. Okay. Net los. Ja. Hoi. Voilà, zie mensen. De volgende film is gekozen. Sensor. Ja, we gaan over sensors. Ik weet het niet over wat het gaat. You Can't Edit Reality staat erbij. One of the best horror films in years. Allee, we gaan het een keer bekijken nu. Weet je wat? We gaan er niet te veel tijd aan verspillen. We gaan gewoon beginnen. Let's go, yo. Voilà mensen, juist naar een mega goede film gekeken. Eigenlijk niet. Het was gewoon een mega slechte film. Echt, wat was dat? Gewoon voor... Zo, echt. Het is gewoon niet normaal. Sensor. En het stond er nog een keer op. Een van de beste horrorfilms in jaren. Wel, toen hebben ze nog geen één enkele andere horrorfilm gezien in dat jaar. Want dat tokt echt op niks. Dus we gaan die sensor hier vlug een keer aan de kant leggen. Goed. Zeg, wat gaan we nu doen? Want we zijn like alle twee in een dipje. We zijn like alle twee zo aan het... Dus of waar moeten we een keer naar buiten gaan, of waar moeten we een douche pakken, of waar moeten we... Wat moeten we, of wat kunnen we nou doen? Naar de kringloop. Naar de kringloop. Let's go. Thank you.
Voilà mensen, we zijn buiten het kringloopwinkel. Ik had 4 titels in mijn hand en wat heb ik gedaan? Alle 4 weer gelegd. Het was 1,5 euro stuk. Oké, dat is niet veel geld, maar op de rommelmarkt is bijna allemaal tegenwoordig 50 cent of maximum 1 euro voor dezelfde film dat ik in mijn hand had. Dus ik had eigenlijk echt geen hoesting voor ze mee te pakken. Plus dat het een fucking dure kringloopwinkel is. Er lag daar een speelgoedgeweer dat ik nog tamelijk cool vond, omdat het volledig in tijzer was en zo heel zwaar en zo. Maar het was 20 euro. Het was er nog kapot ook. Oh, dat is waar. Jongens, die vraag, ja, alles is fucking duur hier, jongen. Dat is niet normaal. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ja, voel je gewoon slecht om je geld te geven. Ja, ik heb dat zelfs gewoon een film gezien. Double Disc Special Edition. Het is gewoon een DVD en een bonusdisc. 4 euro. Waarom? Omdat er twee... Spijs dat zo groot in onze handen niet. Nee, niets van. We gaan gewoon naar huis en we gaan nog een film proberen kijken. Of in slaap vallen. Dat kunnen we ook doen. Okay. We gaan eerst in slaap vallen. En dan gaan we kijken. Hoi. Voilà mensen. We zijn thuis gekomen. Een raketje in de hand. Beter 1 raket in de hand. Dan 10 in de lucht. Of in je hand. Of in mijn hand. Ja, dat is ook waar. Zeg je dat? Ik zou misschien ook nog een keer deugd doen. Oké. We gaan kijken naar die film hier. Het schijnt dat dat overdreven is. Mega gore. Maar... het is wel het is, mensen. Waar hoesten we het spuw? Waar hoesten we het spuw? Dus, joepie! Allee! Goed, we gaan een keer kijken. Let's go! What the fuck? What the fuck was that? Ben blij dat mijn vrouw nog hè. Dat is gewoon niet normaal. Dat. Mag ik eens doen? Ik denk dat wel een van de ergste dingen is dat ik ooit al gezien heb. Niet van slecht, maar gewoon qua gore en weet ik veel. Het is erover. Het is er gewoon over. Het is er gewoon echt over. Wie bedenkt er dat? Ja, goeie vraag. Wie bedenkt er dat? Hey, dat is wat wij persoonlijk gezien hebben. Voor mij het vreedste dat ik al gezien heb. Ja. Van u ook? Ja, voor mij. Voor wat wij al gezien hebben. Hè. Er bestaat misschien nog ergere dingen. Maar voor ons is dat gewoon... What the fuck? Dat is niet normaal. Ga ik daar ooit nog naar kijken? Nee. Maar... Ik ben wel blij dat ik hem gezien heb. Ik ben blij dat ik hem in mijn collectie heb. Maar ik ga er nooit meer naar kijken. En hij gaat voor heel ons leven en voor staan. Voor heel ons leven staat hij in ons... Ja, in ons... What the fuck? Ja man. Dat is een filmpje, zie dat? Maar wel een beleving. Want hij was 40 minuten bezig en we zeiden van... Ja, wat kan er nu nog eigenlijk allemaal gebeuren? We dachten, het is gedaan. En ik duw op dat bakje voor het display, dat je kunt zien hoe lang dat nog duurt. Het was nog een uur. Ja. Het was nog een uur. Maar dan? Ja. What the flying fuck was dat? Dus Martyrs? Is voor zotjes. Er komt er altijd zot van. Niet normaal. Goed mensen, voilà. Dus ja, we hebben toch 3 films gekeken. Allee, 2,5, want die sensor, what the fuck was dat? Dat was mega slecht. Die hebben 3/4 bekeken en dat was echt niet goed. Voilà. Ik ga dan een keer naar huis gaan, want het is nog een uur rijden en tegen dan is 6 uur. En ik moet op tijd thuis zijn om te eten. Bij Anouki. Anouki is mijn vrouwke en ze heeft gekookt en ik moet op tijd thuis zijn, anders krijg ik op mijn... onder mijn voeten. En anders trek ze mijn vel af. Lekker een fijn. Goed, alle mensen. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. Wanneer? Weet ik veel. Salut, hè. Yo. Ah ja, nee. Hier zeggen we... Salut.